Nu blijkt feitelijk dat hij onsterfelijk is, want ik weet niet of je het een beetje gevolgd heeft, maar hij krijgt om de zoveel jaar kanker en dan denk je, nou, nu is het wel gebeurd. En dan, verdomd, in de enige tijd is hij weer beter. Het verlos hem, kunt u mij horen? Vind je deze podcast nou leuk? Volg ons kanaal dan. Dat doe je op Apple Podcasts door op het plusje te klikken. En op Spotify op volgend. Dan krijg je namelijk automatisch een seintje als er weer een nieuwe aflevering live staat. Ja, van wat je wel vaak ziet is dat dan mevrouw in de loop van de avond in slaap valt op de schouder van meneer. We gaan het meemaken. Het ligt eraan hoe lang jij doorgaat vanavond. Daar heb ik nog een hele leuke anekdote over. Nu ik toch bezig ben. Dat ik ging nog eens naar een opera van Mozart in dat theater in Amsterdam. Al die pretentieuze mensen. En mijn eigen vrouw was al vrij snel in slaap. Want dat gebouw is zo geconstrueerd dat je vanaf die plek een groot deel van het toneel niet kunt zien. Dus ja, zo'n beetje boom. Die werd het uitgevoerd in Oost-Duitse uniformen. Ja, dat is modern. Dat is net als Hamlet in een colbertje en zo. Dat is goed. Ik had me net gewend aan het feit dat mijn vrouw sliep op mijn linkerschouder. Ja. En toen dacht ik ineens, wat gek. Ik heb ook iets op mijn rechterschouder. Die mevrouw van de meneer die dan weer een... Die was op mijn schouder in slaap gevallen. Dus ik heb daar doodstil gezeten. Met twee slapende vrouwen op mijn schouder. Terwijl ik luisterde naar een opera van Mozart die wij grotendeels niet konden volgen. En die uitgevoerd werd in Oost-Duitse uniformen. Oh. En die bovendien geschreven bleek te hebben toen hij 6 jaar oud was. Nee, dit is op zichzelf al natuurlijk een reden om een grote roman te schrijven. Maar ik vond wel interessant dat eigenlijk die beide vrouwen zo'n uniek vertrouwen hadden in de rust die ik uitstraalde. Ja, ze snurkte niet. Nee, dat ik moet zeggen, ik wil daar verder niet in detail treden, maar dat was eigenlijk een vrij bijzondere gebeurtenis, dat er niet gesnurkt werd. Oké, nou dat valt dan mee. Hey, ja, we hebben eigenlijk, net als in de podcast, niet echt een programma. Dat wil zeggen, wat er gebeurt, dat gebeurt er. We hebben, wie was er eigenlijk de vorige keer bij de vorige live podcast? Dat was, kijk, leuk om te zien. Ja, dat zijn er toch een paar. En de vorige keer hadden we, toen ging ik de zaal in, dat zal ik nu ook doen, maar we hebben nu dit ding. Ken je dit? Ja, ik gebruik het nooit. Nee. Dus we hebben het even getest vooraf, een catchbox. Bij veel evenementen wordt het ook gebruikt, dus die kunnen we de zaal ingooien. En dan kun je, als je een vraag zo meteen hebt, kun je een vraag stellen. Wel eventjes vooraf hebben we via de socials wat vragen al gekregen. En natuurlijk onze vriend van de podcast, Hugo de Jonge, die werd aangedragen als onderwerp, want... Ja, hij heeft mailtjes gestuurd via zijn privéadres. Ja, dat is helemaal niet uitzonderlijk, hoor. Nee? Nee, denk aan Hillary. Hillary had ook massa's mails op haar privéserver verzonden. En we hadden Henk Kamp, niet zo lang geleden in Nederland. Ik weet niet of u zich dat nog... Weet u überhaupt wie Henk Kamp is nog of niet? Ja? Het was een beetje een zanderige figuur... Wie die de eerste helft van zijn leven als belastinginspecteur had doorgebracht in de Achterhoek. Ja. Vrij meer solide dan dat krijgen ze niet natuurlijk. Hij werd wel door Rutte gebeld. Ja, u denkt toch al gauw die Henk Kamp, dat stelt geen zak voor. Dat dacht eigenlijk iedereen als die Henk Kamp zag. En ik weet wel, dan zo als een debat tussen Henk Kamp en Pechtold. En je denkt, nou dit is voor Pechtold scoren bij het leven natuurlijk. Hij werd volledig van de vloer gespeeld door Henk Kamp. Henk Kamp had ook zijn eigen mailadres gebruikt. Er waren nogal wat bezwaren uit de Kamer. En toen zei hij, ach, slap gelul. Gewoon onzin allemaal. En ik denk dat hij daar wel voor een belangrijk gedeelte gelijk in heeft. Hij zou ook een staatsgeheim hebben onthuld in die mailconversatie. Maar dat ze zeiden er niet bij welk staatsgeheim dat was. En u voelt aan uw water wel aan. Wat kan nou een staatsgeheim in Nederland zijn? Hè? Dat stelt sowieso niks voor. Hè? Het is een heel klein staatsgeheimtje. Hè? Net zoals een staatsgeheim in Luxemburg. Dat is nog kleiner. Hè? Of Monaco of zo. Maar hij heeft gezegd, begreep ik, dat die e-mail van de Rijksoverheid dat die slecht werkt. En dat hij daardoor maar zijn iCloud-adres gebruikt heeft. Ja, dat zou kunnen. Vrijwel alles werkt slecht bij de overheid. Dus dat is vrij... Het verbaast jou niet? Nee, dat verbaast me absoluut niet. Nee. Nee. En je wat werken nou in Nederland bij de overheid in
Sinds de afgelopen 15 jaar. En ik kan u verzekeren, bij 1 januari komt die omgevingswet hier wordt aangenomen. Dat betekent devolutie van een reeks van beleidsterreinen naar de gemeentes toe. Maak u de borst maar nat. Net als natuurlijk de wet maatschappelijke ondersteuning ook naar de gemeentes. Dat is de strategie van de Nederlandse overheid. Je hebt een probleem, je hebt een probleemterrein. En dan denk je, hoe gaan we dat oplossen? Nou, het is feitelijk onoplosbaar. Weet je wat we doen? We laten de gemeentes oplossen. En dan kunnen we ook bovendien nog flink bezuinigen, omdat de gemeentes zijn dichter bij de burgers. Hè? Nou, moet je hier naar het gemeentelijke kantoor gaan kijken. Ja, dat is erger dan het Pentagon. Zijn er eigenlijk mensen die bij de overheid werken? Mogen we even handen zien? Oh, kijk, hier vooraan. Ja, geef u even de microfoon, meneer. Komt-ie. Herkent u zich in het verhaal van Maarten, wat hij vertelt? Een klein beetje. Welk deel herkent u? Nou, ik werk bij Defensie. Daar is 30 jaar op bezuinigd, maar er komt nu ineens een hoop geld bij. Dus ik heb goede hoop. U werkt bij Defensie, ja. Ik wist helemaal niet dat het nog bestond. Het is echt vrij uniek, toch? En dan is de vraag bij mij altijd, er gaat waarschijnlijk wel wat meer geld naar Defensie, maar wat gaan ze er in godsnaam van kopen? He. Ja, daar zijn we heel benieuwd naar. Maar dat moet je wel. Het gekke is, er wordt natuurlijk al jaren gezegd, meer geld naar Defensie. En dan denk je bij jezelf, dan zal dan wel een krantartikel zijn of een beschouwing waaruit gelegd wordt wat we daar dan mee gaan doen. Maar dat staat er nooit bij. En de indruk wordt gewekt dat we nieuwe tanks aanschaffen. Maar ja, u weet zo goed als ik. Ik weet ook wel wie u bent. dat wij een Duitse tanks mogen rijden. Hè? En dat is, heeft u zich dat wel eens afgevraagd? Zeker de ouderen onder u. Hoe het is dat we voortdurend de Tweede Wereldoorlog herdenken en dat we dolgelukkig zijn dat wij nu in Duitse tanks mogen rijden. Hoe gek dat eigenlijk is. Maar ik heb nergens gelezen hoe krankzinnig dat is. Net zo goed als ik me nog herinner dat de kwaliteitskrant, ja, volgens mij heb ik vorige keer al een beschouwing gewijd aan de vraag, wat is wel een kwaliteitskrant en wat niet? Of heeft u toch nog behoefte aan een kort exposé? Ja? Ja, dat dacht ik al. Ik hoop natuurlijk dat uw eigen krant ook een kwaliteitskrant is. Nou ja, je hebt NRC Handelsblad, dat is de kwaliteitskrant. Die hebben ook die term kwaliteitskrant verzonnen. En alleen, vooral nu die Vlaming weg is, is het wel iets opgeknapt, is mijn indruk. Of wist u niet dat dat door een Vlaming geleid werd? Wist u dat al onze kranten feitelijk in handen zijn van Vlaamse bedrijven? Wist u dat? Dat weten de meeste mensen ook niet. Die denken dat de Belgen alleen aan wielrennen doen. Maar goed, die wedstrijden worden ook door ons gewonnen. Trouw en de Volkskrant is een kutkrant. Ja, dat komt omdat je een beetje rancuneus bent rond de Volkskrant. Ja, dat heb ik niet. Ja, ik ben een beetje rancuneus, dat is waar. Ze hebben mij om volstrekt oneigenlijke redenen ontslagen als columnist. Net op het moment, niet waar, dat ik columns schreef van een uniek karakter. Ik kan niet anders zeggen. Ja, maar de krant was volledig, het speelt in de tijd van 9-11, de krant was volledig over zijn toeren. Het was echt, dat is, die redactie was elk contact met de werkelijkheid kwijtgeraakt. Dat was die tijd dat we, niet waar, je kon de tv niet aanzetten of een deskundige kwam verklaren dat er nu een strijd zou zijn tussen de fascistoïde islam en het Westen. En dat zou de meest verschrikkelijke gevolgen hebben. In alle westerse steden zouden elke maand, wat zeg ik, elke week gigantische aanslagen, ontploffingen. Iemand had uitgerekend, als je alle jumbo's tegelijkertijd zou kapen in de wereld, dan kon je bleken net precies evenveel jumbo's te zijn als werkende kerncentrales. En dat zou dan gecoördineerd worden door de jihadisten. Die zouden allemaal aangepast aan de tijdzones op hetzelfde moment op die centrales zich storten. En waarbij je ook die mensen zou denken, oh, de grond nog aan toe. Stel voor dat wel, nou ja. Terwijl, ja, je voelt aan je water, wat een onzin het allemaal is. Ook allemaal volstrekte onzin gebleken. Maar ik dwaal af, want dit was de Volkskrant. Ook een kwaliteitskrant, ja, dus. En die vond mij te relativerend.
neem aan dat u hier niet naar ben komt luisteren omdat u mij te relativerend vindt. Hè? Wie vindt mij te relativerend? Een unieke eigenschap eigenlijk in de media. Trouw kan er ook wel mee door. Zij heeft dat trouwen een speciale bijvoegsel heeft, dat heet de verdieping. En pas als je begrijpt dat dat dus geen onroerend goed term is. En dat dat bedoeld is met het, dat het een heel serieus supplement is. Dan denk je, maar hoe kom je op zo'n verschrikkelijk idee? Dus dat zijn de drie kwaliteitskranten. Je hebt natuurlijk een heleboel van die kopbladen, dus de Gelderland. Dan heb je natuurlijk het AD. Ja, het AD is eigenlijk een telegraaf zonder bloedtransfusie. Zoiets. En dan komen we natuurlijk aan de Telegraaf. En voor een deel van de bevolking een traditioneel haatobject. Is de Telegraaf een kwaliteitskrant? Nee. Ik weet niet of wie van u leest de Telegraaf met enige regelmaat. Ja, dat geloof ik niet. Kijk, daar hebben we er twee. Twee. Ja. Daar rechts ook. Ja. En hier op links, ja? Ja, of de mensen die ik in zalen zie zitten, daar klopt helemaal niks van. Ik heb in de afgelopen tijd, sinds de gemeenteraadsverkiezingen, heb ik aan alle zalen gevraagd, wie heeft er gestemd? Nou, de oerwoud aan vingers omhoog, maar ja, de opkomst van 50%. Dus of het zijn allemaal unieke mensen die echt meevoelen met de Nederlandse democratie. Dus laten we het hier ook even gaan testen. Hoe het zit, denk erom, u mag niet liegen. De kans, als u zegt, ja, ik heb gestemd, is er een kans dat ik u naar beneden laat komen. En dat u haar fijn moet uitleggen hoe de gemeenteraad is samengesteld in de gemeente waar u vandaan komt. Dus wie heeft er gestemd bij de gemeenteraadsverkiezingen? Moet je kijken. Wat was de opkomst ook alweer? De opkomst was 50,2%, als ik het me goed herinner. En dat was al vrij redelijk, was de wet. En terwijl hier is, dat zie je, was de opkomst dus eigenlijk, nou ja, was een beetje wat het bij parlementsverkiezingen is. Zal ja. Boven de 80%, als ik het goed heb gezien. Dus u bent feitelijk een uniek select publiek. Maar dat wordt ons ook wel verweten, hè? Dat er in ons publiek is wat witter, relatief gezien. Witter? Witter en, oh, witter. Witter, en ja. Hoger opgeleid. Ja, als je onze kleur wit noemt, dan is het witter. Ja. Wij zijn helemaal niet wit. Hè? Als ik wit binnen was gekomen, had je gezegd, ben je wel in orde? En ga je het een beetje halen vanavond? Heb je nog een pilletje, een paracetamolletje? Om met de vrouw van de huisarts te spreken. Ja, van vroeger, niet de huidige, moet ik u zeggen. Wat je ook, waar je ook over belde. Niet waar je zei, ja mevrouw, ik sta hier met een slagaderlijke bloeding. Dan zei ze, doe een paracetamolletje. En dan kijken we morgen even hoe het gaat. He? Ja, hartstikke leuk. Ja, top, top verzorging. Ja, dus de Telegraaf, dat had ik nog niet afgemaakt, dat verhaal. Dat is natuurlijk, laten we zeggen, het eerste deel van de Telegraaf. Dat is speciaal gemaakt voor randebielen. En dan, ja, neemt u mij niet kwalijk. Maar en dan komt de financiële Telegraaf, begrijp ik altijd, is van heel behoorlijk niveau. Daar is niks mis mee. Dat is ook die jongen die bij Nieuwsuur altijd moet uitleggen hoe het met de Nederlandse economie gaat. Ja, maar die werkt bij de financiële, of bij het FD is dat? Dat is weer een andere krant. Is dat het FD? Ja. Dus je hebt het financiële Telegraaf en je hebt het financiële Dagblad. Ach, nou, dat zie je. Die kale bedoel je toch, Matthijs Bouwman? Ja. Ja. Dus ja, de Telegraaf is, dat moet ik erbij zeggen, van een geweldig goede krant. Als u denkt dat ik het een slechte krant vind, het is een geweldig goede krant. Omdat ze een haarfijn idee hebben van de stomzinnige vooroordelen van de meerderheid van de abonnees. En daar wordt die krant voor geschreven. Je kunt vaak van tevoren voorspellen wat voor stomzinnige, suggestieve koppen ze zullen gebruiken. Ja, ik ga toch even naar de Telegraaflezer toe in de zaal. Want we hebben er hier eentje, hier vooraan. Ja. Meneer, vertel even wie u bent. Mogen we even wat licht weer, jongens? Ja, dan krijg ik de microfoon voor u. Vertel eventjes wat u zo leuk vindt aan de Telegraaf. Nou, ik ga helemaal niet zeggen dat ik de Telegraaf leuk vind. Maar ik lees en de Volkskrant en het Parool en als tegenwicht en een andere mening die ik ook tot me wil nemen. Dat lees ik ook de Telegraaf. En dat is... Nee, het is wat het is.
Miri, ja, van mij, wacht even. Ik ben een groot kampioen van het vrije woord. En als je natuurlijk wil weten wat Melkmerk Onderbroek Wesley Snijder draagt, dan is het een onmisbare krant. Ja, maar daar lees ik hem dus niet voor. Oh, dat is wel jammer, want daar doen ze het meest hun best op. Hè? Het is wel wat minder geworden sinds Jules Paradijs daar weggegaan is. De vorige hoofdredacteur, heb ik het idee. Nou, ze hebben sowieso wel een soort god, hoe heette die man toch ook weer? Ze hebben ook wel eens een goede hoofdredacteur gehad. Maar dat verkoopt minder. En je weet, net als alle andere kranten, neemt ook het abonneebestand van de Telegraaf neemt gestaag af. Ja, wie leest er nog een krant? Mogen we even handen zien? Wie leest er nog kranten in de... Kijk. Oké. Okay. Ja. Ja, het Parool, dan moet u ook, die nummers moet u bewaren. Want dat wordt antiquarisch wel wat waard, het Parool. Want dat staat op sterven. Hè? Ja, wist u dat niet? Oh, het is vaak wel. Hoezo gaat het slecht dan? Nou, in principe ontslaan ze elke 2 jaar 20 redacteuren. Dus dan, tenslotte blijft er 1 over. Hè? Of hoe heet je? Pak even de microfoon aan, anders kunnen we de mensen hierboven... Oh, je hebt hem teruggegooid weer. Ja, want dat hebben we helemaal niet verteld. Het wordt opgenomen ook voor de mensen die vanavond niet hier zijn. Dus dan moeten we even de microfoon gebruiken, zodat ze je ook goed kunnen horen thuis. Het Parool is een stadskrant. Exact, ja. Maar wat wilde je zeggen? Nou, hij zegt, ze ontslaan 20 journalisten, maar ze nemen dan 30 ZZP'ers aan, dus... Op die manier blijft de krant wel draaien. Dat is wel een beetje misbruik maken van natuurlijk. Exact. Ja, ik lees wel het supplement van Parool. De dat PS. Dat is verrassend aardig. Ja. Hoe dat komt weet ik ook niet. Want bijvoorbeeld het supplement van de kwaliteitskrant is zo pretentieus dat ik het vaak niet open durf te slaan. Hè? In grote god. Ik gooi hem toch weer terug. Wie heeft er eigenlijk nog meer een vraag? We gaan zo meteen nog een paar andere onderwerpen doen. Wie heeft er eigenlijk een vraag? Maarten heeft eerder aangegeven aan de podcast dat hij houdt van assertieve mensen. Hè? Als je zo om je heen kijkt, vind je dat we een beetje een assertieve zaal hebben vandaag? Ik ben wel benieuwd. Die meneer wil die vraag stellen daar. Oh, hier voorzitter, ja. Meneer, daar komt hij. Vertel even wie u bent en wat uw vraag is. Ik ben Wim van Haafden, kom uit Zutphen. Welkom. Ik lees trouwens Trouw, om het even tussendoor. Dat is in Zutphen heel normaal. Ja, dat weet ik. Maar mijn vraag is iets anders. Ik heb ontzettend genoten van uw serie over de Amerikaanse presidenten. Dat is al een maand of 3 geleden ongeveer geweest, dacht ik. En Jimmy Carter kwam daar zeer bekaaid vanaf, vond ik. En nu vind ik dat die 4 jaar dat hij president was, misschien ook geen buitensporige prestaties geleverd heeft. Maar eigenlijk zou ik hem een eervolle vermelding willen gunnen vanwege zijn post-presidentiële prestaties. Ja, ik kan me helemaal niet herinneren dat ik zo kritisch was over Jimmy Carter, eerlijk gezegd, want daar ben ik nu. Reagan is wel eens beschreven als een zondagskind in de politiek. En als er iemand een zondagskind in de politiek is, dan is het natuurlijk Ronald Reagan. Iemand door en door sympathieke man die van voren niet wist dat hij van achteren leefde, zal ik maar kort samenvatten. En Carter, die een extreem intelligente man was, wat uit alles gebleken is, is natuurlijk een one-term president gebleken. En een van de hoofdredenen daarvan is het drama in Teheran. En natuurlijk het gekaapte personeel en toen de poging om die lui te bevrijden, dat volledig uit de hand gelopen is. Wat zijn al die verbrande wrakken in de woestijn die u zich gezien uw leeftijd nog wel kunt herinneren. Ja, precies. Zelf worden we ook wrakkig met de jaren, maar dit was wel heel treurig om te zien. En dat heeft hem in allerlei opzichten de kop gekost. Nou moet ik zeggen, hij heeft daar ook zelf niet handig op gereageerd. Hij kwam elke dag kwam hij zeggen, dit is de 395ste dag van de gijzelingen. Oh, wat is dat erg. Ik wil zeggen, als dat goed is, dat is het dus... Hij is volgens mij nu 96 of 98. Hij is op hoge leeftijd natuurlijk. Maar dat hij maatschappelijk na 1980 ontzaglijk veel goede dingen heeft gedaan. In Amerika gewoon. Maatschappelijk. Op maatschappelijk terrein. Daar ben ik wel met u eens. Maar ik denk dat het zo erg is om een one-term president te zijn. Dat je dan echt bereid bent om decennia de benen uit het lijf te lopen. Om mensen in een zaal in Nederland zo gek te krijgen. Dat het toch wel enorm sympathiek is dat je
je decennia lang de benen uit het lijf gelopen hebt. Dat is mijn indruk wel. Dank u wel voor deze nuance. Laten we ook nog eens even kijken naar een ander onderwerp. Wat ook maar door ons. Ja, hij heeft zich enorm nuttig gemaakt. En nu blijkt feitelijk dat hij onsterfelijk is. Want ik weet niet of hij het een beetje gevolgd heeft. Maar hij krijgt om de zoveel jaar kanker. En dan denk je, nou, nu is het wel gebeurd. En dan verdomd, en na enige tijd is hij weer beter. Of dat nou door die pinda's komt, of ik heb geen idee. Maar het is wel vrij uniek. Heeft u nog dat bezoek gezien wat Biden bracht aan het echtpaar Carter? Want dat is het gekke. Zijn vrouw blijkt ook onsterfelijk te zijn. Nee, ik heb van het bezoek alleen maar gelezen dat Biden hem bezocht. Ja, in de krant gelezen, vind ik niet. Nou, omdat ze zo oud zijn, dan, je weet, dan schrompel je geleidelijk in elkaar. Hè? En dat was natuurlijk het mooiste van het bezoek. Dat Biden bij dat bezoek aan de Carters eigenlijk een ontzettend jonge en vitale indruk maakte. Ik weet niet of ze hem daarom gedaan hebben. Heeft u laatst naar Biden gekeken toen hij werd ontvangen door Ursula von der Leyen in Brussel? Het was een schitterend moment, want Ursula liep veel te hard. En je zag dat Biden in paniek raakte. En hoe krijg ik er godsnaam aansluiting? Hè? Zij verdween als het ware. Hè? En hij schuifelde zo. En als je zelf oud bent, ik ben dan 1 jaar jonger dan Biden, dan weet je. Hij kon niet harder. Hè. Hij zou op zijn bek gevallen zijn als hij harder had gelopen. En hij had natuurlijk eigenlijk moeten tegen die uurzaam zeggen. Niet zo hard. Niet zo hard. Maar dat durfde hij niet volgens mij. Hij valt ook altijd maar van je ziet dan wel hoe enorm kwetsbaar hij is. En dat je denkt, nou. Want ja, moeten we ongelukkigerwijs constateren dat Trump, die 4 jaar jonger is, wel een heel wat vitalere indruk maakt. Althans, als die loopt of die dat expres doet. Herinnert u zich nog dat Reagan altijd als er een trapje was, zo'n huppelpup, zo naar boven ging? Van het vliegtuig. Volgens mij ingestudeerd en dan was hij een half uur moe, maar hij wist dat altijd, wist hij dat schitterend te brengen. Misschien ook wel omdat hij een acteur was. Nou, ik wil nou niet over die Zelensky gaan zeuren, maar een meesterlijke acteur. Hè. Wat vind je van de laatste ontwikkelingen rond Oekraïne, Rusland? Ja, ik bracht het niet expres ter sprake. Er zijn wel heel veel vragen over gesteld ook. Je weet dat ik geen topvoorspeller ben op dit terrein. Ja. Maar wat vind ik ervan? Mijn indruk is eigenlijk dat er weinig van te zeggen valt. Omdat iedereen natuurlijk hoopt dat dit op een of andere manier op afzienbare termijn afgelopen is. En dat hoeft het helemaal niet te zijn. Het Oekraïnse leger blijkt in feite in staat om heel modern en effectief te vechten. Ik vermoed dat ze vrij uitgebreid getraind zijn in de afgelopen jaren, zeg maar sinds in 2014 na dat gedonder in de Donbass en met Yalta. Ik denk dat ze echt dag in dag uit, uur in uur uit worden voorzien van de beste informatie die de Amerikanen en de Engelsen te bieden hebben van waar die troepen zijn en hoe ze zich bewegen en nou ja, dat soort van dingen. Denk aan die hinderlaag waarin die Russische tanks lopen. Ik weet niet of u die beelden heeft gezien. Dat je ook denkt, ja, u moet weten, ik ben opgeleid enige tijd als tankcommandant. Wat mij overigens niet een speciale deskundigheid op dit terrein geeft. Maar ik had zelfs als laten we zeggen, embryonale tankcommandant de indruk dat ik zelden zulke prutsers aan het werk had gezien als die in die Russische tankkolonne. Die helemaal verkeerd reed, die geen verkenners had, die niet gesteund werden door infanterie, waar werkelijk helemaal geen hout van klopte. Dus dat. Het Russische leger is ons verkocht als hypermodern, levensgevaarlijk, levensgevaarlijk. En het blijkt totaal niets voor te stellen. Een leger wat 3 weken stilstaat als een file op een tweebaansweg, dat is echt. Dat leer je al in het handboek soldaat, dat je dat niet kunt doen. Wie van u heeft nog het handboek soldaat gelezen? Het is heel boeiend, je leest dat, je stak er wel wat van op, toch? Ja, nog steeds denk ik, als ik gevechtsscènes zie, dat hebben we heel anders geleerd. Hè?
weet wat je moet doen in het gevechtsterrein. Het eerste wat je moet doen is een schuttersputje graven. Daarom heb je een schepje bij je. Hè? Blijf je lopen gewoon. Ja, dat kan bij jou dood hoor, dat kan ik je verzekeren. Maar goed. Dus ja, dat is natuurlijk het verrassende aspect van deze oorlog. Dat wat iedereen gedacht had, dat het Oekraïense leger in no time onder de voet gelopen zou worden. Dat helemaal niet gebeurd is. En dat als je het een beetje volgt, elke dag zie je dat ze op tal van plaatsen in feite het initiatief weer genomen hebben. En de Russen deels weer terugdringen. Dat wil naar mijn idee niet zeggen dat dan op korte termijn, en dan denk ik aan een week of twee of zo, een situatie kan ontstaan waarbij de Russen zouden besluiten om te vertrekken. Want in dat oosten, daar zijn ze sowieso al aanwezig sinds 2014. Ze zullen ongetwijfeld een verbinding willen maken met Yalta via dat Mariupol, wat natuurlijk ook steeds in het nieuws is. En in de tussentijd, en dat is, of ze het nou ook als ze verliezen, kunnen ze in een paar weken een immense schade aanrichten. In feite is ook het hele gedrag van Poetin in 2014, al wisten we toen niet precies hoe het zou gaan lopen, dat was ook al gericht op de beschadiging van de Oekraïne. En door de bezetting van die twee klote republiekjes in de Donbass, dat stelde niets voor, en werden gerund door criminelen, maar het gaf wel Poetin de gelegenheid om steeds niet waar Oekraïne aan zijn staart te trekken. En als die verwoestingen nog een maandje doorgaan, dat kan verschrikkelijke effecten hebben en een ingrijpende, langdurige destabilisering veroorzaken. Ik heb ook de indruk dat Zelensky en zijn kornuiten meer gesteld steeds wel suggereren dat er goed onderhandeld zou kunnen worden. En dan zegt schijnbaar ook de Russische onderhandelaar daar in Istanbul van, nou, lekkere sfeer en zo. Allemaal een chocoladereep gekregen en van onze vriend in Turkije. Die er ook garen bij spint natuurlijk in allerlei opzichten. En dan hoor je de volgende dag van de perschef van het Kremlin. Dat was volstrekt helemaal niet waar. En het loopt helemaal niet. En die Oekraïners houden alles op. Enzovoort. Dus ja, ben ik er optimistisch over op de middellange termijn? Nee, niet zo. Het is eigenlijk een kwestie van termijnen. De hele korte termijn denk ik dat het nog wel even kan duren voordat er vrede komt. U houdt wel in gedachten dat de kans dat ik het fout heb groter is dan 50%. Dat is op zichzelf al een optimistische analyse natuurlijk. Als u er even over nadenkt. De middellange termijn denk ik dat de schade toch groot zal zijn. We zien natuurlijk ook nu hoe groot de schade is wereldwijd. Allemaal dingen waar wij nooit aan gedacht hadden. Heeft u nog een flesje zonnebloemolie kunnen krijgen of was het ook bij de plus op? Wist u dat de Oekraïne weer is wat die vroeger ook was, de graanschuur van Europa? Ik wist dat helemaal niet, moet ik u bekennen. Ik was daar niet van op de hoogte gebracht. Trouwens ook Rusland kennen. Waardoor er onmiddellijk overal ernstige tekorten ontstaan. Ik denk zelf op de, ja, dan moeten we even kijken naar die termijnen, op de wat langere termijn, denk ik dat dit heel slecht is geweest voor de Russische Republiek. Ik denk eigenlijk dat de Russische Republiek er vrij wankel voor staat. Dat heeft een economische kant. Die economie die werkt van geen kanten. Die werkt echt heel slecht. Lees er maar eens een stukje over. De Russische economie is de productiviteit niet toegenomen in de afgelopen 20. Het lijkt net Italië. Hè? Maar dan hebben ze dan nog leuke scootertjes. Poetin heeft natuurlijk orde op zaken gesteld in Wit-Rusland en in Kazachstan. Een tijdje geleden, dat herinnert u zich nog wel. Maar dat is mijns inziens een tijdelijke zaak. En ik ben eigenlijk in toenemende mate, al ben ik bang dat onze lieve heer het misschien niet helemaal met me eens is, tot de conclusie gekomen dat eigenlijk heel Rusland beter uit elkaar zou kunnen vallen. En daar kunnen we een begin mee maken, maar dat is op de middellange termijn. Ik ben dus al dood als het gebeurt. Dus u heeft dan ook, u kunt eventueel mijn vrouw bellen van, maar heeft hij weer geen gelijk gehad? Hè? Daar beginnen we nou echt genoeg van te krijgen. Dat is verdomd vervelend. Maar, oké.
Kijk, dat gedoe in Minsk, dat is niet... Dat is nu één keer gebeurd. Dat is fenomenaal hard neergeslagen. Maar dat is niet de laatste keer dat dat gebeurd is. En hetzelfde geldt voor Kazachstan. In al die rubrieken, in al die, sorry, voormalige republieken, nietwaar, zijn in feite relatief grote hoeveelheden mensen die niet akkoord gaan met politiestaat, economische stagnatie enzovoort. Doe een paracetamolletje. De sluipschutter. Maarten Verossum over de Tweede Wereldoorlog. He, dus iemand die zich handig verstopte en die elke vorm van beweging bij de tegenstander zou kunnen afstraffen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. En de Duitsers hebben ook de primeur gehad van het gebruik van gifgas.